dit is niet de eerste lezing die er door het Nationaal Informatie Instituut is georganiseerd. Er zijn voor deze lezing ook wel andere geweest. De laatste lezing die was over de dag van de revolutie. En daar hebben we dus als spreker gehad de heer Herrenberg, die ook vandaag in ons midden is. En om u dus te presenteren en tenminste ook even te laten zien wat wij allemaal hebben vastgelegd van de vorige lezing, nodig ik nu uit het podium op te komen de onderdirecteur operationele diensten, Derek Cameron. Mag ik u uitnodigen, OD? Ja hoor, dank u. Dames en heren, goedenavond van mijn kant. Zoals aangekondigd produceren wij na elke lezing ook naslagwerk. De lezing wordt dus in boekvorm prachtig uitgebracht. En vanavond willen wij dus als eerste dit boek presenteren en overhandigen aan de spreker van de vorige keer, ambassadeur Henk Herrenberg. Ambassadeur, namens het Nationaal Informatie Instituut willen wij dit vanavond aan u overhandigen. U hebt een heel goede job gedaan en dit gaat de geschiedenis in, zodat jongeren mee kunnen nemen waarover u gesproken hebt. Alsjeblieft. Mag ik bedanken en NII complimenteren met dit initiatief. Meneer Limbo, Limbo zeggen we altijd. Dit is wat we zo lang niet hebben gedaan. UNESCRIVI. En ik denk dat het een goed initiatief is om in het vervolg te schrijven, waardoor de jongeren dit kunnen hebben. Thank you, Mary. Ja, dank u wel. Alsjeblieft. Wij hebben ook in ons midden vertegenwoordigers van de regering. Ik zie hier minister van ROGB, mevrouw Samsudin. Ik zie de minister van Handel, Industrie en Toerisme. En uiteraard de spreker voor vanavond, dat is minister Mustaja. En niet te vergeten DNA-lid Ronald Hooghart. En aan u allen wil ik vanavond ook een exemplaar overhandigen. U kunt. Ja, je mag ze geven. Wij zouden in feite aan u allen een exemplaar willen geven, maar de kosten daarvoor zijn heel erg hoog. Maar we hebben toch bedacht een manier om dat toch wel beschikbaar te stellen. Dus u kunt naar onze website www.niisuriname.com. Daar kunt u dus de digitale versie downloaden. Eigenlijk bent u vanavond bevoorrecht omdat u als eerste kunt kijken naar onze website. Als u klikt op de tab Magazine, dan moet zo meteen in beeld verschijnen. In elk geval hebben wij dus digitaal op het net de magazines, de verslagen van de lezingen die wij telkens zullen plaatsen. We hebben de eerste lezing gehad met de heer Winston Caldeira, hij is ook in de zaal. En u zou ook kunnen zeggen dat vanavond de officiële launch is van onze website hoor. Daar bent u terecht voor. Alles over het Nationaal Informatie Instituut. U kunt in uw eigen tijd zelf thuis even checken. En het is heel mooi geplaatst. U kunt letterlijk bladeren erdoor. En dat gaat u zien, een heel prachtig design. En dat is allemaal binnenshuis gedaan, omdat wij ook de deskundigheid hebben in huis. De website is dus ook gebouwd door een van onze medewerkers. Dus het Nationaal Informatie Instituut heeft deskundigheid in huis om zoveel te doen. Dus blijft u ons volgen. Thank you. Dank u wel, OD. Als u de verslagen wil volgen of nou even na wilt lezen, kan dat altijd nog op de site. En dan is dus het moment aangebroken om aan te kondigen de inleider voor vandaag. Maar ik ga u eerst vertellen om wie het precies gaat. Als ik de naam noem Suwarto Mustaja, dan is dat de naam die is gegeven aan deze bijzondere Surinamer die geboren is op 30 november 1949 in het district Komowene en wel te Peperpot.
Dr. Randa Suarto Mustjada is in 1981 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam in de culturele antropologie met als doctorale bijvakken ontwikkelingseconomie en Caribistiek. Hij emigreerde in maart 1995 en was toen werkzaam als beleidsadviseur op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Op 19 september 1996 werd Suwarto Mustaja de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Per 1 juli 1999 een portefeuille erbij, ook de minister van Arbeid. 10 juni 1999, dan komt erbij op de CV minister van Volksgezondheid en de specifieke functie van minister van Volksgezondheid heeft de heer Mustaja vervuld tot 12 augustus 2000. Vanaf 2003 zit de heer Mustaja in de leiding van radio en televisie Mustika. Verder werd op 12 augustus 2010 tot en met 15 april 2014 Dr. Anders Mustaja de minister van Binnenlandse Zaken. Vanaf 4 september tot heden is hij dus de minister van Arbeid. En als je dus vraagt, de persoon bij uitstek om ons te vertellen, waar komt deze dag vandaan? Wat is de geschiedenis precies ervan? Mag ik een hartelijk applaus voor Dr. Randa Suarto Mustaja. Dames en heren. Collega ministers. Er is ook een ex-minister, twee ex-ministers. Ex-minister Van Poen en Winston Caldeira. Ex-DNA-voorzitter uit de jaren 80. Mijn vriend Rick Aaron. En overige aanwezigen, uiteraard voorzitter van de CLO. Toen mij werd gevraagd door het Nationaal Informatieinstituut om op de vooravond van de Dag van de Arbeid een lezing te verzorgen, heb ik gelijk ja gezegd. En wel om deze reden. Bijna 4 decennia geleden hebben wij het Surinaamse volk voorgehouden dat wij een viertal vernieuwingen, de politiek-bestuurlijke, de educatieve, de sociaal-maatschappelijke en de sociaal-economische orde zouden aanpakken. En we hebben dat uitgebreid met een vijfde betreffende het milieu. En juist deze avond biedt mij de gelegenheid om als lid van de regering Bouterse met name de sociaal-maatschappelijke orde te belichten en aan te geven wat wij als regering tot nu toe op het stuk van het sociaal contract. En met het sociaal contract wordt dan bedoeld met name de 3 wetten die wij in 2014 hebben goedgekeurd in onze Nationale Assemblée. Te weten, de wet regelende algemeen pensioen en de wet met betrekking tot de basiszorg en de wet minimumuurloon. In mijn interpretatie van de vertaling van sociaal-maatschappelijke orde en van het sociaal contract dat de regering Bouterse aanging met het Surinaamse volk, hoort er meer bij dan slechts deze 3 wetten. En ik ga natuurlijk niet in depth de hele historie vanaf 1492 tot heden behandelen, meer dan 5 eeuwen. Dat zou wellicht niet functioneel zijn, maar ik ga mij
met name de verdiensten die de president Bouterse op zijn naam heeft aan u voorhouden en wens graag met u daarover in dialoog, zo u wilt, in debat te treden. Als wij de revue laten passeren wat we allemaal hebben gedaan in dit land vanaf de Europeanen op het veroveringstoneel in de Amerika's en in de Caribbean verschenen, dan houdt dat in dat wij eerst begonnen daarna, toen zij zich op het toneel begaven, met het importeren van slaven uit Afrika om in dienst te worden gesteld van de economische doelstelling primair van Europa. Om een paar landen te noemen, Nederland, Engeland, Portugal, Frankrijk. En natuurlijk, als we beginnen met de werkomstandigheden en de arbeidswetgeving, arbeidsrechten, dan was er natuurlijk geen sprake van rechten voor de werkende mens in die periode. En die periode werd later uitgebreid, ik geef het nu een vogelvlucht, met de introductie van Aziatische arbeiders. Die werden ingezet in de plantage-economie van Suriname om onder het zogenaamde Endangered Labor System te functioneren. In feite was het niet een arbeidscontract zoals in de zin van het burgerwetboek nu. Arbeid als handelswaar is, daarna dus in de vorm van Endangered Labor. En het is in deze periode dat in feite de basis werd gelegd voor de diverse samenleving die ons land is. Multi-etnisch, multireligieus, multilinguaal. Kortom, dat is wat we nu zijn. En het is daarom in mijn interpretatie dat in de regering Bouterse 1 maar liefst 31% van de nationale vrijdagen door ons, toevallig door mij als minister, in samenwerking met de president, werden gehonoreerd aan de diverse samenleving. En velen, heb ik begrepen, hebben in feite niet begrepen wat de waarde is van inderdaad in die multi-etnische samenleving, dat we daar inderdaad de verschillende groepen erkennen, waarderen en respecteren. Dus niet eenheid in verscheidenheid, want eenheid in verscheidenheid die toen werd verwoord door de wetenschapper professor Adin, heeft nooit geprobeerd om eenheid nader te omschrijven. En ik heb gemeend toen een paar jaar geleden, ter gelegenheid van de ACP-EU-meeting in Paramaribo, om deze denkwijze van mij, verscheidenheid in eenheid. Het is niet diversiteit, eenheid in verscheidenheid, maar het is diversiteit in eenheid. Laten wij als land de eenheid omarmen, dat we het recht hebben om te verschillen
En dat wij die diversiteit inderdaad moeten erkennen, waarderen en respecteren. En ik moet dat dan vertaald zien in beleid, wat mij betreft, zeker op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Suriname is een samenleving die gekenmerkt wordt door diversiteit in eenheid. De basis daarvan is gelegd in het verleden, zoals ik net aan het begin heb geschetst. En in die ontwikkeling van die samenleving hebben we eigenlijk na dat systeem van indentured labor, is er een periode, laat ik zeggen, omwille van een periodisering 1937-1975, waarbij labor is not a commodity anymore. Het is in die periode van de jaren 30 waar ontzettend veel in Suriname is gebeurd en we kunnen noemen mensen als Anton de Kom natuurlijk en Henk Helmer en Doedel die inderdaad in die periode zich presenteerden op het front van de werkende klasse om in feite vrij vertaald arbeidsrechten beter te regelen. En het is ook in die periode dat in 1970 tijdens de regering van de PNP en de VAP op, dacht ik, 20 januari 1970 het ministerie van Arbeid is ontstaan. Het was geen verworvenheid van de belangenbehartigers van de werkende klasse. Het was geschenk gegeven door premier Dr. Jules Sedney. En in dat jaar werd voor de eerste maal de Dag van de Arbeid, 1 mei viering dus, voor het eerst gevierd. En u weet dat in navolging naar de roep van de Engelse ambachtslieden vanaf de 15e eeuw werd besloten door de Tweede Internationale. Dat was een internationale organisatie voor socialistische politieke partijen en vakbonden. Om op 1 mei een internationale strijddag voor een 8-urige werkdag te organiseren. Dit was bedacht door de Amerikaanse vakbond American Federation of Labor, de AFL. De eerste viering van de 1 mei 1890 ging gepaard met grote demonstraties in de VS en verschillende Europese landen, ook in Nederland. Vanaf toen werd besloten om jaarlijks 1 mei te vieren. Minder bekend voor ons, en dat is opmerkelijk, dat ook voor de contractanten, voor de mensen werkende onder het labor indentured system, de Indiërs en de Javanen, door niet-immigranten een zogenaamde vakbond werd opgericht in 1912. De Surinaamse Brits-Indische vakbond Vrijheid en Recht. Dat was in feite de oprichting onder de Aziaten van een vakbond. Deze vakbond
was niet de eerste in Suriname. In de publieke sector waren er al vakbonden opgericht, waarvan de eerste de onderwijzersvereniging Broederschap in 1893. De strijd van contractarbeiders en overige vakwerkenden in de private sector resulteerde in de afkondiging van de arbeidsverordening van 24 juni 1911 betreffende de overeenkomst van huur en verhuur van diensten en arbeiders. Dat was in Gouvernementsblad van 1911, nummer 35. In de periode 1919 tot 1937 was labor geen commodity. En in hoofdstuk 13 van het Vredesverdrag van Versailles in 1919 omvatte het statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie, de ILO. Al vroeg erkende de ILO de strijd voor verantwoorde werktijden die ten grondslag lagen aan de eerste 1 mei protesten van de werkenden. De ILO nam als eerste het werktijdenverdrag aan. Het ILO-statuut legde vast dat werkers mensen waren met kwetsbaarheden. Vandaar dus, labor is not a commodity. Arbeid is geen handelswaar, bepaalde het statuut. Het zou ongeveer 3 decennia duren voordat dit uitgangspunt zijn beslag zou vinden in de Surinaamse arbeidswetgeving. Aan de andere kant werden verdragen aangenomen door de ILO en geratificeerd door het voormalig moederland, maar niet altijd in dezelfde mate van toepassing verklaard op de kolonies. In het begin van de jaren 30 van de vorige eeuw deed de wereldwijde recessie zich ook gevoelen in Suriname, met als gevolg werkloosheid en grote armoede. Intussen, zo leg ik dat uit, zo interpreteer ik dat, vormde het Surinaamse intellect een arbeidersbeweging die internationaal appelleerde. In dit tijdsgewricht zien we vakbondsleiders en leiders van de werkende klasse opkomen en de voorlopers van de eerste moderne vakbonden en werknemersorganisaties in ons land. Dan noem ik in volgevlucht Louis Doedel met zijn Surinaamse werklozencomité juni-augustus 1931, de Surinaamse Volksbond augustus 1931, de Surinaamse Algemene Werkersorganisatie, de SAWO, oktober 1931, het Surinaamse Arbeidersverbond juli 1932 en het Surinaamse Werklozenstrijdcomité december 1932 werden allemaal opgericht in de jaren 30. Door de SAWO werden de eerste 1 mei vieringen in ons land gehouden. De SAWO werd het jaar daarop, in 1932, door de koloniale overheid ontbonden. Er was een repressief overheidsbeleid tegen de vakbonden. Wetgeving werd gemaakt om het houden van openbare betogingen te onderwerpen aan overheidstoestemming. De jaren 30 markeren ook de komst van Anton de Kom terug naar Suriname. Een figuur
die zich op indringende wijze zou inzetten voor de belangen van werkenden en werklozen. Hij mobiliseerde de werkende klasse en de werklozen en maakte hen bewust van de nalatigheid van de koloniale overheid wat betreft hun lot. Wanneer wij kijken in de periode 37 tot 1975, dan kunnen wij inderdaad zeggen het ontstaan van de eerste generatie moderne arbeidswetgeving dateert uit die periode. De Tweede Wereldoorlog brak los aan het eind van de jaren 30. Hetgeen duurde tot 1945. De langdurige institutionele maatregelen die de werkende klasse decennia lang zouden beïnvloeden, zouden blijven beïnvloeden en hun leven zouden beïnvloeden, vonden inderdaad in deze periode plaats, tot de jaren 80. De bauxietindustrie kwam op en creëerde een andere generatie werkenden en betere arbeidsvoorwaarden. In deze periode markeerde de oprichting van politieke verenigingen die er kwamen om te blijven. Ik noem dan PSV 46, NPS 48, VAP, KTP 49. Maar ook de arbeidsinspectie kreeg voor het eerst zijn beslag in een nieuwe generatie van nieuwe arbeidswetten. De wet coöperatieve vereniging van 1944. De arbeidsgeschillenwet van 1946. De ongevallenregeling van 1947. En de veiligheidswet van 1947. Met enkele veiligheidsvoorschriften werden ingevoerd. Maar niet minder belangrijk werd de invoering van titel 7 in het boek 3 van het burgerlijk wetboek. Hiermee werd het systeem van huur en van werkers afgeschaft en werd de arbeidsovereenkomst geïntroduceerd die nog steeds van toepassing is. In 1963 werden de wetten, wet collectieve arbeidsovereenkomst, die collectieve onderhandelingen erkende, de arbeidswet die werk- en rusttijden, kinderarbeid, dwangarbeid en zondagsarbeid en nachtarbeid regelde, aangenomen. Ook werd de wet arbeidsbemiddeling ingevoerd die aandacht besteedde aan werklozen. Ik gaf u reeds eerder aan dat in 1970 de officiële instelling plaatsvond van het ministerie van Arbeid. En ook de eerste keer dat de Dag van de Arbeid werd gevierd. Ook in dat jaar werd C47 opgericht. In dit tijdsgewricht moet, alhoewel ambtenaren niet onder de noemer arbeiders werden inbegrepen, zeker gememoreerd worden de gestadige groei van de bemensing van het Surinaamse ambtenarenapparaat sinds de periode van intern zelfbestuur in de jaren 40. Terwijl een piek bekend is uit de jaren 60. De publieke sector werd er sinds 1667 loon uitbetaald. Nee, de publieke sector heeft vanaf de 17e eeuw vrijwel altijd vrije arbeid gekend. In deze sector werd er sinds 1667 loon uitbetaald aan de ambtenaren en 1848 kregen de ambtenaren zelfs pensioenvoorzieningen als secundaire arbeidsvoorwaarden toegekend. De Nederlanders hebben tot het bijna de tweede helft van de 20e eeuw gedomineerd in deze sector.
Vanaf de instelling van de koloniale staten in 1866 begonnen de eerste Surinamers te werken bij de overheid. In 1955 werd in het parlement gepleit voor een regeling van de rechtspositie van de ambtenaren. Uiteindelijk werd de personeelswet van 1962 aangenomen, die later in de jaren 70 en 80 enkele keren aangepast, maar nog niet aangepast toen we het visum introduceerden. Maar wel concepten op het ministerie liggen die mijns inziens wel de moeite waard zijn om ze te brengen naar de Nationale Assemblee. En dan breekt de periode aan, volgens mijn indelen, van 75 tot 87. Soevereiniteit en militair gezag. Uitbouw van het rechtenstelsel, tweede generatie arbeidswetgeving. De onafhankelijkheid leidde tot een verdere uitwerking van de rechten van de werkende klasse. In 1976 werd ons land lid van de ILO als soevereine staat en ratificeerde nu zelfstandig de verdragen die reeds op haar van toepassing waren verklaard in de koloniale periode. Belangrijk in 1975 is de aanname van wetgeving over betaalde jaarlijkse vakantie, de vakantiewet van 1975. In 1976 richtten de vakcentrales en arbeid het CIVES op om vakbondskader te kweken voor efficiënte sociaal dialoog. Kort na de soevereiniteit hebben we tijdens het militair gezag gezien dat in deze periode een verdere uitbouw plaatsvond van het rechtenstelsel op het gebied van arbeid. De vakverenigingsdecreten, decreet bescherming werknemersvertegenwoordigers, de decreet erkenning vakverenigingen werknemers, werden afgekondigd in 1981 en 1983. In 1983 werd de bescherming tegen ongerechtvaardig ontslag ingevoerd middels het ontslagdecreet en werd de ontslagcommissie ingesteld. Met het decreet werkvergunningen werd de arbeidsmarkt gereguleerd in het belang van de Surinaamse arbeidskracht. Voor het eerst werd het functioneren van de arbeidsinspectie gebaseerd op specifieke wetgeving, decreet arbeidsinspectie. In 1984 werd voor het invoeren van tripartiet dialoog ook afgekondigd het decreet arbeidsadviescollege. In de jaren 80 werden weer een tweede generatie veiligheidsvoorschriften ingevoerd in het belang van een veilige werkplek. En in 1981 werd ook de SAO opgericht om werklozen en drop-outs een kans op de arbeidsmarkt te bieden via vakscholing. In deze tijd werd ook de eerste en laatste ILO-onderzoekscommissie naar Suriname uitgevoerd naar aanleiding van ILO-case nummer 1160 tegen de staat. Committee Freedom of Association. Dan krijgen we de periode 87-2010, die hanteer ik om binnen die periode de inspanningen die de regeringen in die tijd hebben getroost op het stuk van
het maken van arbeidswetten in het belang van de arbeidende klasse, willen we nagaan, dan kunnen wij dan, denk ik, gefundeerd uitspraken doen over de verrichtingen die we hebben verricht. En dan is dat inderdaad gebaseerd niet op het feit dat ondergetekenen thans de leiding heeft van het ministerie van Arbeid, maar is gebaseerd om aan te geven voor de zoveelste keer dat de regering Boutersen zeker op het vlak van arbeidswetgeving tot stand brengen en vernieuwen richting decent work, richting toekomst van de arbeidsplek, om dat aan u voor te houden, want ik kan me ook vergissen en een oordeel vellen die misschien niet wordt onderbouwd door de feiten. Dan gaan we nu kijken naar 87-2010. In 87, zoals u weet, vonden weer verkiezingen plaats en keerde de formele democratie terug. Zo ook hebben wij kennis gemaakt met de eerste Surinaamse Arbeiderspartij in deze periode. Ook in deze periode vonden er geen markante ontwikkelingen plaats wat betreft institutionele maatregelen. Noemenswaardig is wel de oprichting van de Nationale Raad voor Bedrijfsgezondheidszorg in 1996. U hebt ook kunnen meemaken wat heeft plaatsgevonden in de eindjaren 99, begin 2000, toen de regering Weidenbos dus vervroegde verkiezingen uiteindelijk uitschreef. De Arbeiderspartij werd gedurende een periode van 2 regeerperioden en 10 jaren, 2000 tot 2010, in de gelegenheid gesteld om een redelijk goed geformuleerd beleid op het vlak van arbeid ten uitvoer te brengen. Laten we nu fact-based kijken wat er allemaal is gebeurd. Het ministerie van Arbeid werd verrijkt met 2 extra beleidsgebieden die in relatie staan tot arbeid, namelijk technologische ontwikkeling en milieu. Decent work werd als nieuw concept geïntroduceerd en kreeg gestaag gestalte in ons land. Door macro-economische stabiliteit die bewerkstellig ontstond relatieve rust op de arbeidsmarkt. Vernieuwingen vonden echter niet plaats. Onder druk van de CARICOM kwam de wet Bekwamen Burgers CARICOM tot stand om het vrij verkeer van personen mogelijk te maken. In 2006 werd het verdrag tegen de ergste vormen van kinderarbeid geratificeerd. Hiervan werd de Nationale Commissie Uitbanning Kinderarbeid 2008 ingesteld, dat leidde tot aanname van het besluit gevaarlijke arbeid jeugdige personen. En we hebben als regering deze commissie recentelijk opnieuw geïnstalleerd, omdat deze regering vindt dat de commissie niet genoeg had gearbeid. En vooruitlopend daarop hebben wij ook ervoor gezorgd dat nu in de Nationale Assemblee een van de 6 wetten die we hebben ingediend ter behandeling, ook de wet arbeid door kinderen en jeugdige personen ingediend.
Alleen maar omdat wij van oordeel zijn dat we inderdaad de vraagstukken moeten aanpakken. Ik gaf al aan het begin dat ik het sociaal contract van president Bouterse een ruimere definitie wens te geven dan gegeven is door de regering. Het sociaal contract en de uitvoering van het contract, middels die drie wetten die ik reeds genoemd heb, moet ervoor zorgen dat het progressief sociaal overheidsbeleid inderdaad wordt geïmplementeerd. We hebben eind 2016, begin 2017, de wet vrijheid van vakverenigingen, de wet collectieve arbeidsovereenkomst, de wet ter beschikking stellen arbeidskrachten intermediairs en de wet arbeidsbemiddeling, als ook de wet arbeidsadviescollege en de wet arbeidsinspectie afgekondigd. We hebben de regering Bouterse heeft alle decreten uit de jaren 80 moeten aanpassen aan de eisen die de tijd nu stelt. Die decreten hebben heel lang bewezen te hebben gefunctioneerd in ons arbeidsbestel. Maar we moeten verder. Vandaar dus dat deze regering dan ervoor gezorgd heeft om daarna voor de komende jaren ervoor te zorgen dat wij alle wetten hebben vernieuwd en dat wij alle wetten hebben aangepast. Ik gaf al eens aan dat nu in de Nationale Assemblee deze wetten in behandeling zullen worden genomen. En ik denk dat nummer 1 heel snel aan de orde komt, waarna de andere wetten. De wet bescherming moederschap, moederschaps- en vaderschap. Reeds in 1983 was er een decreet geslagen om dit te regelen. Maar ik weet niet hoe het kwam, maar het is nooit gaan werken in de samenleving. Die wet is nu in de Nationale Assemblee om behandeld te worden. Bovendien, komende maand gaan we nog 2 nieuwe wetten. Wet gelijke behandeling en wet geweld op de werkplek ook aan het arbeidsadviescollege voorleggen, waarna na ingewonnen advies wij dat in de RVM gaan behandelen om uiteindelijk in de Nationale Assemblee te worden behandeld. Dan heb je nog een serie van 5 wetten, waarvan 1 een wet die in 2009 is goedgekeurd met 39 algemene stemmen, maar die om onverklaarbare redenen niet is afgekondigd. Die wet zullen wij opnieuw indienen na gepleegde aanpassingen van de wet, zullen we dat opnieuw aanbieden, zodat de regering Bouterse ook deze wet dan, misschien niet in de loop van dit jaar, maar zeker in 2019 kan afkondigen. Hier aanbeland kunt u de conclusie trekken dat wij inderdaad alle decreten die het arbeidsrecht regarderen hebben aangepast, hebben vernieuwd, zodat wij hiermee aan de werkende klasse hebben laten zien dat deze regering serieus omgaat met het vraagstuk van de arbeidsrechten te regelen.
Hoe kan ik in het vogelvlucht wat ik u voorgehouden heb, beëindigen? Tot slot. En dan wil ik hieraan een aantal conclusies verbinden. Wanneer wij terugblikken op het lange traject dat we hebben afgelegd vanaf de slavernij, dan heeft de wording van Suriname en de ontwikkeling van kolonie tot een soevereine staat en de voortdurende behoefte naar arbeid onder verschillende constructies ons opgeleverd een multi-etnische, multireligieuze, die op exemplarische wijze in harmonie met elkaar samenleeft en participeert op het gebied, op elk gebied in de samenleving, conform de formule diversiteit in eenheid. De arbeidersklasse van ons land is gegaan van bezit tot semislaaf en nu tot een mondige werknemer die het recht heeft zich ongestraft te bundelen en collectief te onderhandelen over hun werkomstandigheden en hun arbeidsvoorwaarden. Dus op te komen voor hun belangen. De Surinaamse arbeidersklasse heeft in termen van ordening en normering een enorme stap voorwaarts gemaakt. De grote markante sprongen vooruit zijn gemaakt in 1863. Afschaffing van de slavenarbeid, toen onder staatstoezicht 10 jaar lang. Codificatierechten van de werkenden, huur en verhuur. In 1947 de invoering van het burgerlijk wetboek, waardoor overeenkomsten en rechten voor werknemers. En in de jaren 80 arbeidsdecreten, vakbondsvrijheid, ontslagbescherming, ordening arbeidsmarkt in het voordeel van Surinamers. In de beginperiode van het millennium zien wij goede beleidsvoornemens, maar kwam de overheid onvoldoende toe aan uitvoering. We zitten nu in een tijdperk waarin de rechten van de werknemers weer in het geheel gereorganiseerd worden, middels daadwerkelijke uitvoering van de complete modernisering van de arbeidswetgeving. Het verschil zit hem in de huidige regeerperiode. Dat op de problematiek die identiek is gebleven, nu wel concrete acties volgen, bijvoorbeeld op het gebied van de concrete wetgeving. In de afgelopen 4 jaren is het normenstelsel, ten einde de positie van de arbeidersklasse te versterken, gemoderniseerd. De plannen heb ik net aan u voorgehouden. De huidige regering gaat uit van een op rechten gebaseerde ontwikkeling en deze rechten zijn bij ons primair vervat in wetten. Maar is er genoeg dat nog gerealiseerd moet worden op de weg naar de nieuwe arbeidswereld? En terecht kan dan gesteld worden dat de vastlegging van de rechten in tripartiet en meerpartiet verband alleen niet zaligmakend is. Het normenstelsel moet gaan werken, moet gaan leven. Rechtssubjecten moeten uit zichzelf en niet onder dwang zich willen houden aan de nieuwe ordening. Alhoewel de vorderingen
op het stuk van de normen evident zijn, zijn er vraagstukken waarmee de arbeidersklasse nog zit. Deze vraagstukken worden nijpender in de gevallen waar er sprake is van een malafide werkgever. Deze komt nog steeds voor, helaas. De slavernij is afgeschaft, maar mensenhandel en mensensmokkel, trafficking in persons, komen nog voor, ook in ons land. We zitten nog steeds met het vraagstuk van de werkloosheid vanwege de economische situatie en een informele sector waar geen beïnvloedingsruimte vooralsnog aanwezig is. Met werkloosheid komt armoede van gezin. We worstelen nog met het vraagstuk van een lage arbeidsproductiviteit en voor een deel is dat in onze handen. En wij, de vrijheid om te arbeiden, moeten worden omarmd. En voor een deel zijn productiviteitsprogramma's noodzakelijk. Met een hogere arbeidsproductiviteit komen hogere minimumlonen, hogere bijdragen, premies en betere sociale voorwaarden voor de werkers en hun gezinnen. We zitten nog steeds met een beroepsbevolking die onvoldoende geschoold is en misschien onvoldoende voorbereid is voor een nieuwe toekomstige werkplek. Alhoewel de democratisering van werkgelegenheidsbeleid binnen de arbeidsadministratie al decennia lang terug gestalte heeft gekregen met tripartite instituten, moet de attitudeverandering en de verschuiving van het paternalistisch systeem naar een public-private partnerschapssysteem binnen de administratie gestalte krijgen. De vergroening van onze economie en de green jobs moeten nog goed van de grond komen. De groene dimensie zal gestalte krijgen wanneer attitudeverandering en wapenfeiten van de actoren in ons land zichtbaar zullen zijn. Dit wordt dan de vijfde dimensie die toegevoegd wordt aan de reeds bestaande en nog steeds relevante vernieuwing van de politiek-bestuurlijke orde, de educatieve orde en ik heb geprobeerd om invulling te geven aan de sociaal-maatschappelijke orde en de sociaal-economische orde. Mag ik u danken voor uw aandacht. You're broken down and tired of living life on a merry-go-round, and you can find a fighter, but I see it in you, so we gonna walk it out and move mountains. We gonna walk it out and move mountains. And I'll rise up, I'll rise like the day. I'll rise up in spite of the ache. I'll rise up and I'll do it 1,000 times again. And I rise up high like the waves. I rise up, I rise unafraid. I rise up and I'll do it 1,000 times again. For you, for you. When the
silence is in quiet, and it feels like it's getting hard to breathe, and I know you feel like dying. But I see it in you, so we gon' walk it out and move mountains. We gon' walk it out and move mountains. And I'll rise like the day, I'll rise up. In spite of the ache, I'll rise up and I'll do it a thousand times again for you, for you, for you. And for that we got each other. And for that we got each other. We'll rise, oh, oh, oh. We'll rise, and we'll rise up. High like the waves will rise up in spite of the ache. We will rise a thousand times again. Thank you. Ben Ilse Vreugd. In de eerste plaats wil ik de minister bedanken voor dat feitenmateriaal en zijn helder betoog. Het lijkt me ook goed om na te gaan hoe de werkomstandigheden van werknemers heden ten dagen zijn. Zowel wat de werknemers betreft als de werkgevers lijkt het mij goed en met mij een hele grote groep van mensen dat we kijken naar onze jonge mannen en jonge vrouwen die de hele dag stenen optillen en gooien. Van de een naar de andere, dat we ze leren hoe ze moeten tillen en hoe ze moeten gooien. Omdat niet aan het eind van het werken en het verdienen van geld, ze, als ze een jaar of 50, 60 zijn, moeilijk voort kunnen. Dus dat de werkomstandigheden ook duidelijk worden gedefinieerd en bekeken wordt hoe omgegaan wordt met de arbeiders. Het feitenmateriaal is van die aard dat ik ervan uitga dat er een boekwerk zal komen. Ik wil natuurlijk aandacht vragen voor zeer bekende vakbondsleiders, zoals Derby, de heer Jack Pinas, de heer Sylvester en anderen. Voorts is het bijzonder belangrijk dat wanneer we praten over die periode voor 1863, 1873, dat we weten dat mensen zijn gekomen uit Afrika. Ze zijn tot slaaf gemaakt, maar het waren mensen. Mensen zijn gekomen uit India. En dat we in ons geschiedenisboeken en in onze betogen ze geen slaven noemen, omdat ze dat niet waren. Dank u wel. Ook bedankt, mevrouw Vreugd. Minister, gaat u daarop in? Dank u wel. Ja, heb ik geluid. Dank u wel, mevrouw Vreugd. Het is daarom dat wij ten aanzien van werkomstandigheden ook in lijn met wat u net bepleitte, we hebben aangegeven waar wat zoal moet worden opgenomen in een wet, een Arbo-wet, die al is geschreven, ontwerp klaar, alleen nog
moet worden behandeld in ons parlement. Zo kan ik dat aan u doorgeven dat we dat niet bestrijden. Dat we goed regelen hoe de werkomstandigheden er thans eruit zien. Ik heb met mijn verhaal niet willen zeggen dat het op elk gebied het al decent is. Ik heb alleen aangegeven dat wij een programma hebben uitgevoerd in de afgelopen periode op het stuk van decent work. En dat wij ook commitments hebben met de ILO, omdat we eenmaal verdragen hebben geratificeerd om ervoor te zorgen bijvoorbeeld dat een wet komt die regelt gelijke bezoldiging voor mannen en vrouwen. Met andere woorden, wij als regering zeggen niet dat wij dat belangrijk vinden. Dat zeggen wij, maar tevens maken we er werk van om ervoor te zorgen dat die wet inderdaad komt. En niet zomaar komt omdat wij achter een bureau zitten en een wet ontwerpen. Dat die wet komt omdat in het verleden, in de jaren 80, 87 al, is aangegeven hoe wij met elkaar moeten omgaan. Dus wij doen dat dan langs tripartisme. Door middel van sociaal dialoog. Daar hebben we zekerheid dat inderdaad het initiatief wel van het ministerie gekomen is. En wij kiezen voor van het ministerie, want dan weten wij dat we dat hele traject van ontwerp tot behandeling in het parlement, dat wij dat inderdaad kunnen sturen conform de wetten die ook voor ons van toepassing zijn. Daarmee wil ik volstaan. En wat betreft de interpretatie van wel of geen slavernij. Ik heb ooit gesteld dat de mensen uit India en Indonesië kunnen worden beschouwd als semi-slaven. Waarmee ik dus in feite zeg, dus er was dan een periode van slavernij. Ik kan niet vanavond met u gaan debatteren, maar ik ben van oordeel dat er genoeg studies zijn die, ik neem een willekeurige studie, de studie van Armand Sunder, die in feite uitgerekend heeft wat allemaal is verdiend aan het brengen van arbeiders van slaven naar dit deel van de wereld. Ik denk dat we niet te lang hoeven te discussiëren daarover of er sprake was van slavernij of niet. Ik ben van mening dat er wel sprake was van slavernij. In de periode toen men dus Indiërs en Javanen naar hier bracht, heeft men dat gedaan onder Endangered Labor System. Met punale sanctie. Dus elke overtreding leidde tot in feite soms gevangenneming van de werknemer. Dus vandaar dat ik zei, dat is dan semi-slavernij. Terwijl daarvoor, toen er mensen werden gebracht naar de nieuwe wereld om te werken, er wel degelijk sprake was van slavernij, onvrije arbeid. Ik denk dus dat, ik ben niet op de lijn van meneer Emmer, professor Emmer uit Leiden. Ik ben op de lijn van, er was plantage-economie, uitbuitings, slavernij, ten voordele van de metropolen in Parijs, in Amsterdam en Londen. Dat is mijn mening, maar ik... Er is even een aanvulling, minister. Dank u wel. Ik denk dat ik niet duidelijk genoeg ben overgekomen dat er slavernij was. Daar is er geen discussie over. Sorry. De mensen die er kwamen waren geen slaven. Ze zijn gemaakt tot slaven. Het gaat bij mij om de terminologie
die zowel in Durban en in vele andere conferenties, dat wij niet langer wensen dat men aangeeft dat die mensen slaven waren. Ze waren tot slaaf gemaakt. Het gaat zuiver om de terminologie. En we weten ook dat een van onze bekende historici, de heer Eugène Gessel, diverse keren ook daarop gewezen heeft. Dank u wel. Oké, ik kan met u meegaan. Dank u voor uw aanvulling. Oké, ik zie nog een vinger daar. Haast me heel snel naar u. En dan mag u even voorstellen en natuurlijk uw vraag of opmerking. Goedenavond, dames en heren. Ik ben Regio Pauwiro Edward van Leeuwendorp. En ik wil de minister van Arbeid complimenteren met zijn toespraak. Ik vond het heel inhoudelijk heel sterk. En ook de benadering daarvan. Wat ik wil aangeven, ik wil even aansluiten op hetgeen die mevrouw naar voren heeft gebracht. Met betrekking tot slavernij, indentured labor, etc. Voor mij is die benadering van slavernij, ik benader dat vanuit het kolonialisme en het neocolonialisme. Het is een deel, is een instrument van het neocolonialisme en het kolonialisme geweest. U hebt het een paar keer naar voren gebracht. Het is labor as a commodity of the capitalistic system. U hebt ook aangehaald, minister Mustaja, technologische ontwikkeling in relatie met arbeid. Ik had verwacht dat u een beetje dieper hierop zou ingaan. Ik wil enkele opmerkingen maken en ik wil het categoriseren in drie groepen, met name de arbeidsomstandigheden in deze moderne tijd. Twee, arbeidsomstandigheden in de publieke sector, de beroepsgroepen. En drie, u hebt ook aangehaald de multi-etnische samenleving, diversity by unity. Ik wil het even toelichten, heel kort, 1 minuut, dan wil ik uw mening hierover horen. Met betrekking tot de moderne werkomstandigheden, ik wil u voorhouden dat, gelet op de ICT-ontwikkeling, de werkzaamheden ook veranderen. Er is nu bijvoorbeeld een omstandigheid dat mensen niet per se op de werkvloer hoeven te zijn om te gaan werken. 1. 2. Hoe gaat het arbeidsbeleid? Wat zijn de nationale arbeidsdoelen met betrekking tot informatietechnologie? Hoe dat kan worden aangewend binnen het beleidsgebied arbeid? Dus dat is 1. 2. Met betrekking tot arbeidsomstandigheden in de publieke sector, met name het functioneren van beroepsgroepen, zou het niet kunnen worden nagegaan in hoeverre bepaalde beroepsgroepen voor bepaalde tijd in dienst worden genomen, dus onder contract. Omdat er is een systeem bij de overheid dat je in dienst komt als contractarbeider. Na 2 jaar is de mogelijkheid dat je in vaste dienst komt. Maar je hebt mensen die onmogelijk 30, 40 jaar kunnen functioneren in een bepaald beroep. Is er hierover ook nagedacht? Ten derde, u hebt aangehaald de diversiteit en eenheid. En ik wil hierbij refereren naar het ontwikkelingsplan van de regering Bouterse-Adin. Bij mijn weten is het voor het eerst voorgekomen dat de regering gebruik maakt van materiële en immateriële erfgoed van de bestaande multi-etnische groepen en die proberen aan te wenden in creatieve industrieën. Dit alles is vervat in het ontwikkelingsplan, maar ik zie nog geen beweging hierin. Terwijl ik van mening ben dat er is voldoende potentieel aanwezig om al deze componenten van het immateriële en materiële erfgoed aan te wenden voor nationale ontwikkeling. Ik wil bij deze gelijk even doorgeven in een halve minuut, dat aanstaande vrijdag is er op Leeuwendorp
is er een, wordt er een collectief, een Gotong Royong collectief geproclameerd. De bedoeling is, we zijn er al mee bezig dat we alle straten van Leeuwarden hebben gemobiliseerd. En onder de ontwikkelingsideologie van Gotong Royong proberen ontwikkeling te brengen. In samenwerking met de overheid en overheidsinstanties. Ik dank u. Ook bedankt. Uw naam had ik gemist. Uw naam is? Edward Reggio Pauwiro. Meneer Reggio Pauwiro. Minister, gaat u gang. Ja, de eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat ik ook betrokken ben bij uw initiatief in resort Leeuwarden. Om ook de mensen daar warm te maken voor de uitnodiging van onze president om ook zelf aan te pakken. Niet alleen maar in het binnenland, maar ook in het kustgebied, ook in Leeuwarden. En wij juichen dat toe, dat inderdaad men geïnspireerd wordt door de president om vraagstukken die spelen op het niveau van resort Leeuwarden, om dat zelf aan te pakken middels een mechanisme van zelfwerkzaamheid, oftewel op zijn Javaans Gotong Royong. Dat is op zich goed, dat juichen we toe. Dat is voortbordurend op de oproep van de president. Als het van mij zou afhangen, zou ik liever lening geven aan ATM, ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu. Maar het was zo, het was een besluit dat werd genomen en waar de toenmalige minister van Arbeid ook enthousiast was om technologische ontwikkeling en milieu af te stoten. Dus ik trof het ministerie van Arbeid aan in september 2015 toen ik werd geroepen om dat ambt van minister weer op mij te nemen voor de tweede keer op arbeid, maar nu iets langer dan in de jaren 90. Toen was het maar een jaar, nu ben ik al vanaf 15. Dus ik heb dus nu meer mogelijkheden en ik vind het zelf een uitdaging om ervoor te zorgen dat wat mijn voorgangers vanaf 1970, wij bestaan januari, enkele maanden voor de verkiezing van 2020, bestaan we dan 50 jaar. Dan gaan we ervoor zorgen dat wij als minister in de regering Boutersen, dat wij een publicatie gaan uitbrengen die inderdaad nog meer in depth gaat beschrijven en analyseren wat het ministerie onder, intussen de eerste was Bies van Mieteren en ik ben nu de huidige, wat we allemaal gedaan hebben in de jaren 90 toen Weidenbos president was en vanaf 2010 toen twee keer president Boutersen het voor de zeggen heeft. En dan is het van belang om netjes op te schrijven en te analyseren in perspectief, zodat we de basis leggen voor de toekomstige werkplek die inderdaad niet meer kantoorgebonden is. We hebben nu ervoor gezorgd dat wij ook in de maand mei, behalve die twee wetten, regelende gelijke bezorging voor mannen en vrouwen, ook geweld op de werkplek definitief in een wetsproduct zullen vastleggen. Maar ook zullen wij een 14-tal nieuwe veiligheidsvoorschriften richting kabinet-president sturen om uiteindelijk ervoor te zorgen dat de Nationale Assemblee zich daarover uitspreekt. Wij geven alleen maar aan dat wij het inderdaad hebben opgepakt en invulling hebben gegeven aan wat de staatshoofd op het stuk van belangenbehartiging van de arbeidende mens te doen. En ik vertaal dat beleid van de president op ministerieel niveau. Het beleid wordt niet gemaakt door ministers. Het beleid wordt gemaakt door de president met zijn deskundigen.
En wij geven de vertaalslag. En zolang ik dus geen reactie hoor in de zin van je gaat de verkeerde koers op, dan denk ik dat ik de juiste koers heb in het beleid van het kabinet op dit moment. Dus met andere woorden, inderdaad ben ik met u eens. We moeten eigenlijk gaan sleutelen aan de arbeidsomstandigheden. En niet vrij blijven, maar democratisch via wetgeving. Aan de andere kant moeten wij ook ervoor zorgen dat de regering ook stilstaat bij de handhaving van de vele wetten die wij tot stand brengen. Ik heb geprobeerd u een overzicht te presenteren van welk deel van de wetten die wij moeten vernieuwen, door arbeid moeten worden gedaan. En ik probeer dat deel van het totaalbeeld dat de voorzitter van DNA gepresenteerd heeft, probeer ik weg te werken. En het stemt mij plezierig en ook mijn medewerkers op het ministerie dat deze wetten kosten ons alleen maar salaris van de ambtenaren, al dan niet met verhoging. En dat doen we vooral in samenwerking met de partners, de werkgeversorganisatie en niet te vergeten de werknemersorganisatie. Dus dat is eigenlijk de lijn die wij volgen en in lijn met wat de president als zijn 21ste prioriteit te weten dat hij het op prijs stelt dat wij met de sociale partners in goed dialoog en in constant dialoog met elkaar staan. Zo ook met een der partners, die ik ben blij dat hij de moeite heeft genomen om vandaag op de vooravond van Rokomandé te komen. Met de andere hoogarts. Ik stel dat zeer op prijs, want hij is een der partners. En ik mag u vertellen dat het niet eenvoudig is om met hem in dialoog te treden. Ook in tripartiet verband met Rick Aron als voorzitter. Maar we blijven praten. En ik denk dat de opdracht is, we moeten dat samen doen. Dan moet je zeggen, ja, is maar theoretisch samen doen, dat menen wij. We hebben inderdaad een operatie gedaan ten aanzien van herwaardering, bezoldiging, onderwijsgevenden. Je moet ze niet meer leerkrachten noemen. Want als je ze leerkracht noemt, dan komt het voor dat men in de BIEB werkt of in de dierentuin. Dus onderwijsgevenden voor de klas staan, moeten meer betaald worden. Maar ze moeten inderdaad voor de klas staan. En nu zijn we bezig met de operatie andere landsdienaren, de bureauambtenaren. En we hebben goede hoop onder leiding van de vicepresident dat de heer Hooghart met zijn CLO erin gaat slagen om inderdaad op een verstandigere manier de rechtspositie, de inkomstenpositie van de landsdienaren die hij vertegenwoordigt tot stand te brengen. Dat is goed en het stemt mij optimisme om hem in de zaal te zien, zodat hij ook transparantie kan merken bij ons. En ik spreek één taal hier, Nationale Assemblée, in de pers, maar ook in overleg. En ik mag u zeggen dat wij ook ons inspannen. Ik als gast van het tripartiet overleg bij wet ingesteld door de president, dat Rick Aron voorzit. En met de ex-DNA voorzitter kan het nooit misgaan, maar het is ook niet eenvoudig, want de vakcentrales zijn jammer genoeg nog niet in goed dialoog met elkaar. Om niet te bemoeien in de interne aangelegenheden van de vakcentrales. En als dat inderdaad wordt opgelost, dan zie ik alleen maar vooruitgang boeken. Want wanneer we bijvoorbeeld in juni naar de ILO gaan, dan moet de regering ervoor zorgen dat op haar kosten de delegatie wordt samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de vakbonden, van vakcentrales en van werkgeversorganisaties.
en op onze kosten van de regering daar confereert om daar ook aan te horen of ik inderdaad één taal spreek. Want de taal die ik daar bezig is dezelfde taal die ik in landsgrenzen bezig. Alleen maar gedreven, driven by the inspiration given by the president. Om inderdaad ervoor te zorgen dat de rechtspositie van werknemers wordt bevorderd, maar ook ervoor te zorgen dat de voorwaarden daar zijn om investment mogelijk te maken. En dat heeft de heer Caldera ook in de afgelopen tijd ook geprobeerd zijn bijdrage te leveren. En nu komt dat via Investuur, die recentelijk dus is... ik dacht dat deze week ook de leden van de Raad van Toezicht ook bijeengekomen zijn. En dat we sinds kort ook een directeur Investuur hebben. Dus ik denk dat de inspanningen die wij getroosten als regering, dat het niet moet worden vertaald alleen maar op het niveau van hoeveel heb ik meer in het loonzakje. We doen veel meer dan dat. En ik denk dat we dat moeten voortzetten. En ik bepleit eigenlijk nog meer verbetering. Maar natuurlijk met inachtneming van de mogelijkheden die onze economie nu ons in staat stelt om een aantal zaken tot stand te brengen. En ik ben persoonlijk, ik kan niet namens de regering praten, ik ben persoonlijk als een der partners waarmee wordt gepraat met de CLO blij dat de CLO opkomen voor de belangen van de arbeid, van de ambtenaren, voor de ambtenaren, dat zij met nog meer realiteitszin dat tot stand wil brengen. Op een manier die eigenlijk onze economie en onze bevolking kunnen dragen, opdat wij inderdaad meer geld leidt ook tot meer koopkracht. En ik denk dat we wat dat betreft de heer Hoogaert mag complimenteren dat hij onder zijn leiding dat hij dat in die richting stuurt. En dat geeft niet alleen ondergetekende meer spirit, maar ook de vicepresident die onder zijn leiding deze overleggen voert. Maar er mag geen kwaad worden over de andere vakcentrales hoor. Maar het zou goed zijn, want ik zie ook meneer Salonze. Ik ben ook met hem ooit naar Genève geweest. En het is soms ook goed dat je landsgrenzen verlaat. Want dan kan je met meer ruimte en meer inlevensvermogen de vakbondsdiplomaten beter begrijpen. En dat is wat me plezier geeft in het werk, dat nog kan gebeuren. En het is gewoon, overtuig ons. En ik heb nooit gemerkt dat wij als regering niet bereid zijn om, en dat is toch de essentie van wat we doen, van het beleid van de regering, om meer geluk, meer maatschappelijk geluk in ons leven te geven aan de burgers. De president is iemand zelfs, hij wil meer geluk voor zijn volk dan voor zichzelf. En het is ook een zaak, ik gebruik dit podium om ook een aantal dingen te verwoorden. We hebben inderdaad nu besprekingen om over de arbeidsvoorwaarden te praten van landsdienaren. Maar het zou, dacht ik, geen overbodige luxe zijn om na te gaan hoe de arbeidsomstandigheden in de bedrijven die heten parastatale bedrijven. Wellicht is het geen overbodige luxe om een wet te maken die normering geeft aan de inkomens van die bedrijven. En de regering is daarmee bezig en heeft ons in de gelegenheid gesteld, het ministerie van Arbeid, om daarin een aanzet te geven. En we hebben inderdaad inmiddels 2 weken geleden een wetsproduct tot stand gebracht dat wij graag binnenkort bediscussieerd zien in het RVM. Om ervoor te zorgen dat we meer rechtvaardigheid brengen
in de inkomensgroepen van dit land, maar ook in de bedrijven waarin de staat vertegenwoordigd zijn als aandeelhouders. Daar moet er inderdaad ook iets meer bereidheid zijn om daarna te kijken. Ik hoop dat ik me vergis, maar de situatie eist, als ik naar de DNA luister, dan is er sprake van een situatie dat inderdaad niet langer gedoogd mag worden. Maar ik maakte net een uitstapje, maar heb ik uw vraag dan goed beantwoord? Dus de toekomstige werkplek is inderdaad niet meer kantoorgebonden. Maar nogmaals, het zou prettiger zijn als inderdaad ons ministerie terugkreeg de letters T en M. Technologische vernieuwing is naar wetenschap en milieu is naar de boezem van het kabinet van de president. Want in mijn verhaal probeer ik aan te geven dat eigenlijk die twee dimensies wellicht ook op zijn plaats is, thuis hoort bij het ministerie van Arbeid. Ja, dank u wel. Ik heb een vraag. Mijn naam is Kotzebue Romeo, Romeo Kotzebue. Het gaat om het volgende. Al jaren lees ik in de krant advertenties van mensen die naar werk zoeken. En al jaren lees ik dat men medewerkers zoekt, maar geen negers. En al jaren hoor ik niks daarover. Ik heb die dingen bewaard, want ik geloof het ook niet. Maar uiteindelijk heb ik een radioprogramma gehoord van kinderen van het AMS. Jaren geleden, die erover hebben gesproken, maar verder niets. Ik heb de tijd genomen de afgelopen tijd, wanneer ik in de taxi zit of met mensen praat. Ja, ze hebben het ook gelezen. De vraag is mij, kan dat? Kan dat het gebeurt? Maar hoe gaan we daarmee om? Want het staat in de krant. En nog los van het feit dat negers niet bestaan, vind ik het niet kunnen. Maar ik ben geen arbeidsspecialist, ik stel die vraag. Wat doen we? Kunt u die vraag herhalen? Ik heb het niet verstaan. Al jaren lees ik in de krant dat men naar medewerkers zoekt om te werken, maar geen negers. En ik heb echt gecheckt, ik heb het echt gecheckt met de taxichauffeurs, met de mensen die op en ze zeiden, ja. En dan zeggen ze, het liefst, laten ze komen, Japans sprekend of Hindustans sprekend. Het staat in de krant. Misschien moet je het nagaan, maar ik heb het gedropt hier. Het is een goed moment, denk ik. Er is zeker iemand in de zaal die geen moeite heeft met de terminologie neger. Ik vraag me af of een nadere aanduiding van een vacature is dat je mensen oproept en aangeeft dat je de ene groep verkiest boven de andere groep. Ik zou geneigd zijn om te zeggen dat er sprake is van dan discriminatie. Want de aanduiding van neger of Javaans is dan wellicht niet functioneel voor de oproep van sollicitanten. Ik vraag me nu af welke wet we nu uit de kast moeten trekken. Eerlijk gezegd, ik heb die advertentie nooit gelezen, maar ik laat me graag nader informeren. Nou, ik kan ze u sturen, maar het is niet zo meer. Met genoegen. Maar weet u, het staat er nog steeds. Als je de krant echt fijn leest, staat het. Het wordt natuurlijk een beetje minder, maar het is er heel vaak gestaan. En ik zeg u, kinderen van de AMS hebben een radioprogramma van gemaakt. Jammer, ik heb het hier niet, ik heb het in Nederland, maar dat kan altijd nog wijzen. Maar kijk u, u zegt, er is sprake van discriminatie. Rassendiscriminatie. Rassendiscriminatie. Dat vind ik nooit een probleem. Ik denk, discrimineren betekent gewoon onderscheid maken. En dat doet ieder mens. Het punt is volgens mij dat je wordt uitgesloten. Uitsluiting om niks. Ja, nee. Toch, want waarom zou je uitgesloten worden? Ja, je bent. En waarom? Dus
Het discrimineren op zich is gewoon, ja. Nee. We zijn allemaal verschillend, dus dat is geen probleem. Nee, nee. Laat me zo stellen. Sorry. Discriminatie is inderdaad onderscheid maken in. Maar als we praten van rasdiscriminatie, dan heb ik daarmee willen aangeven dat eigenlijk het kenmerk van een ras niet functioneel is. Dus rasdiscriminatie is anders dan discriminatie. Ik sprak van rasdiscriminatie. Het onderscheid is niet relevant om te maken om die mensen op te roepen. Ja, goedenavond. Mijn naam is Kenneth Loanjo. Thans belast met de bijscholing van adreskunde leerkrachten op het ministerie van Onderwijs. Heer minister heeft het gehad over SAO's, de arbeidsmobilisatie. En die organisatie is belast met drop-outs en kansarmen de gelegenheid te geven om weer, om toch een beroep te vinden. Dus om aan de slag te kunnen komen. Bent u tevreden met de doelstellingen van SAO tot en met nu toe? Dat is de vraag. Dank u. Toen in de jaren 80 de SAO werd gestart, hier onder leden van een aantal voorbeeldige landgenoten, toen was het instituut en is het instituut nog functioneel. Hier zit een directeur van het instituut, mevrouw Lapar. Hier zit de bondsvoorzitter van de SAO, de heer Hooghart, Ronald Hooghart. En deze beide mensen, die stressen dit ook zoals ik net gestrest heb. Tegelijkertijd stellen we vast dat waarschijnlijk de SAO nog niet in voldoende mate kan meegaan met de gewijzigde beleidsinzichten die de regering heeft en met name vanuit het ministerie van Financiën. Want wij vinden ook dat deze organisatie behouden moet blijven voor de samenleving. Doet goed werk, maar is niet altijd in staat. Ik heb begrepen ook vandaag dat de mensen ook nog niet hebben mogen ontvangen. Hun koopkracht. En het is altijd bijna maandelijks een terugkerend ritueel met Ronald Hooghart. En we komen aan het eind van de rit wel uit. Dat is dat wij eigenlijk niet altijd in staat zijn als overheid om op tijd de mensen hun geld te geven. Maar soms is er ook een kink in de kabel bij onze administratie buiten arbeid. Dat moet toch ook kunnen. Laat me dat nu toch zeggen. Dat de SAO, dat een aantal mensen hun koopkracht niet hebben ontvangen vandaag of eerder, heeft te maken met het feit dat, en ik citeer, dat het systeem, zo noemen ze dat, ik citeer, het systeem bij Financiën viel uit, waardoor de betaling niet tot stand kon worden gebracht. Is het zo, mevrouw Lapar? De beide Lapar zitten hier, hè? Dus dat kan de Ronald Hooghart dat ook horen. Dus ik ben iemand, als het aan mij had gelegen en ik heb ervoor gezorgd dat er niet op tijd kan worden betaald, dan ga ik dat niet terugverwijzen naar de directeur. Ik neem die verantwoordelijkheid op mij, omdat de SAO een werkarm is van mij. Daarvoor ben ik niet beroerd. Maar ik zorg er ook voor dat inderdaad dat wordt opgelost. Maar ik kan er niks aan doen. Morgen is vroeg om aan die. Ik kan niet mensen mobiliseren om dan aan het werk te gaan op vroeg om aan die. Alhoewel, wij stellen zoveel dagen in als Nationale Vrije Dagen. 1 mei, vroeg om aan die. Maar gaat u kijken morgen hoeveel winkels morgen openstaan.
De vraag die wij opwerpen nu, is het nog nodig dat die brokkelmangs nog vrije dagen nodig hebben? En men wil naar de hele dag open. Dus vandaar dat we gezegd hebben, laten wij die challenge aanvaarden en ontwerpen flexibele werktijdenwet. In samenspraak met, dat zullen we zien wat de uitkomst daarvan is. Inderdaad, moeten we naar een economie die dag en nacht draait. Het is het overwegen waard. Laten we die discussie voeren. En wij zijn ready om dat te doen. Dus de SAO is nog steeds functioneel. Alleen we moeten bedrijfsvoering nu efficiënter en effectiever wellicht gaan voeren. Hallo. Ik wil slechts een opmerking of enige opmerkingen maken, hoor. Vragen stellen. Dat is soms goed, maar niet altijd even goed. Laat me aangeven dat we dat net gehoord hebben dat in kranten staan negers worden niet gevraagd, no? Maar even opmerken, hoor. De man die dat bericht plaatst is niet de schuldige. We hebben verschillende functionele groepen in dit land, waarvan de pers één is. Ze hebben ook een opvoedende taak, een maatschappelijke taak. Waarom neem je dat ding op? Dat wil zeggen dat ze eigenlijk de hele gemeenschap desavoueren, omdat we hier leven inderdaad in een multi-etnische gemeenschap. We leven met elkaar, we zijn bezig met elkaar de hele dag. We zeggen soms allerlei verkeerde dingen, maar we blijven met elkaar samen gaan. We doen de dingen samen. Waarom schrijf je als pers dat in de krant? Dat is mijn probleem. Voor de rest, minister, dat geld van SAO is gestort vandaag, hoor. Ze krijgen okay. Het wel. Oké, okay, dat is goed. Dat is goed, hè? Dan schrijf ik even aan. Dat is het goed. Minister, bedankt dat u met name Doedel en de Kom een plaats geeft in de geschiedenis. U hebt ze op uw manier geëerd. Mag ik vragen dat we voor hun, Doedel, de Kom en alle strijders die ons voor zijn gegaan, 1 minuut stilte in acht nemen aan de vooravond van Urukomande. Ik dank. En uw voorstel is gelijk aangenomen. Ik vraag u allen om dan op te staan, zodat we met z'n allen 1 minuut stilte in acht nemen. 1 minuut gaat nu in. Dank u wel. U mag weer plaatsnemen. En dan mag u weer begeleid worden naar uw plaats. Hartelijk dank voor dit moment. En natuurlijk, als u nog vragen heeft of nog opmerkingen. Nog vragen heeft of nog opmerkingen heeft, kunt u die even informeel zo direct stellen. En er zijn ook wel andere manieren. Heeft u ook wel ideetjes voor het Nationaal Informatie Instituut voor de volgende lezing? Dan kunt u dat ook wel hier droppen. We bedanken u hartelijk dat u uw tijd vooral heeft genomen om aan de vooravond van die Urukomande als Urukoman zelf hier zo te zitten. Dat u uw tijd vrij heeft kunnen maken om ook te luisteren. Maar we vragen u vooral om door te vertellen wat u vandaag hier heeft gehoord. Het Nationaal Informatie Instituut zal haar deel doen. En nu is de bal op uw helft en op ons helft. Mag ik nogmaals een hartelijk applaus voor de spreker. En een hartelijker applaus voor uw komst. Ik bedank u nogmaals. En ik wens u dan een fijne avond. Voorzichtig straks onderweg naar huis of waar u naartoe gaat. Dank u wel.